Mobiliteit is bij uitstek een thema waar de VVD zich hard voor maakt. Daarom komt de Nijmeegse afdeling van de Liberalen vrijdag met een mobiliteitsplan. Fractielid Maarten Bakker is woordvoerder op deze portefeuille. We hebben dus een integraal plan gemaakt. Dat wil zeggen dat we hebben gekeken naar alle vervoersmogelijkheden in en om Nijmegen. Dus zowel naar de trein als naar de auto als naar de fiets. En daar hebben we 3 thema's uit gedestilleerd om Nijmegen voor de toekomst goed bereikbaar te maken. De S100 is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van ons plan, want Nijmegen loopt langzaamaan vol. De Graafseweg, de Oranjesingel en de S100 moet fungeren als een soort van rondweg. Daar is al in geïnvesteerd, maar op dit moment zien we dat de S100 eigenlijk niet goed functioneert. Er zijn lastige kruisingen met stoplichten, met fietsoversteekplaatsen. En wij denken dat die aangepakt moeten worden om de doorstroom te verbeteren. Want zonder werkende rondweg kunnen de invalswegen in Nijmegen niet autoluwer worden. We hebben bijvoorbeeld een plan voor Transferia in Nijmegen. Dus dat mensen met de auto of met de trein wel naar de stad kunnen komen. Maar dan vervolgens op openbaar vervoer overstappen om daadwerkelijk het centrum in te gaan. En dit zal moeten zorgen dat er minder auto's dus daadwerkelijk het centrum in gaan. Er is geld voor, maar dat moet natuurlijk wel vrijgemaakt worden in het... In de portefeuille van mobiliteit. We gaan daarvoor ook concreet wat moties indienen bij de zomernota over 2 weken. En we hebben een aantal plannen om concrete dekking te vinden voor deze ingrepen in de infrastructuur.